De 12 inliggende waterschappen in Nikeri zullen elk een nieuw bestuur kiezen bij de verkiezingen die gepland staan op 17 en 18 december. Met de waterschapsverkiezingen komt ook de start van de rehabilitatie van de verschillende rijspolders dichterbij. Gezien de zittende besturen demissionair zijn, konden zij geen verregaande afspraken maken met de overheid. Het gevolg hiervan was dat ook het duurzaam landbouwproductiviteitsproject stagnatie ondervond. De nieuwe waterschapsbesturen zullen na de rehabilitatie overeenkomsten moeten sluiten met de overheid om het onderhoud van hun waterschap op zich te nemen. Bij de aanleg van de vuilstortplaats de Ornamibo zouden 11 eigenaren van omliggende percelen gecompenseerd worden met een perceelruil. Het ministerie van GBB is nu bezig deze zaken af te handelen. Van de 11 eigenaren zijn de gerechtigden van 3 percelen reeds gecompenseerd middels een perceelruil. Het proces van ruiling met de gerechtigden van 4 percelen bevindt zich thans in de afrondende fase. Met de overige 4 perceeleigenaren kunnen de onderhandelingen nog niet beginnen, omdat zij zich nog niet hebben aangemeld bij het departement. Ornamibo heeft een grootte van 41 hectare en wordt er dagelijks 600 tot 700 kubieke meter aan vuil gestort en verwerkt. Minister Stephen McAndrew heeft gisteren 2 thesissen van masteropleidingen ontvangen van de afgestudeerden Naomi Coupain en Selvin Bishop. Beide thesissen hebben betrekking op de beleidsgebieden arbeid en jeugd, namelijk kinderarmoede in Suriname en data-imputatietechnieken, een toepassing op census-arbeidsinkomen. Minister McAndrew juicht daarom wetenschappelijke onderzoek in ons land toe, want hierdoor kan het beleid worden aangescherpt en wetenschappelijk worden onderbouwd. De thesissen zullen worden bestudeerd op het ministerie om na te gaan hoe ontwikkelde onderzoeksmethoden kunnen worden toegepast.